Hey, goeiematen, daar zijn we dan met de enige echte Kosso. Wat gaan we vandaag trainen? We gaan vandaag rug aanpakken, man. Een beetje buik en cardio. Ja, want jij zit in je prep, toch? Ik zit in mijn prep en het is nog 5 dagen tot de wedstrijd. Lekker, man. Dus we zijn 2 keer per dag aan het trainen. 'S morgens cardio en dan 's avonds krachttraining en nog een keer cardio. Oké, okay. Nice, man. En hoeveel calorieën zit je nu ongeveer? We zijn nu de laatste week, hebben hoge en lage dagen. Toevallig vandaag heb ik een hoge dag. Qua calorieën tellen we momenteel niet. Het is moeilijk uit te leggen nu in het kort, zeg maar. Maar vandaag een hoge dag zit wat rijst in. En de lage dagen zit ik eigenlijk alleen maar op 60 gram havermout in de ochtend bij mijn ontbijt. Mm-hmm. Na cardio. Ja. En dan de hele dag alleen maar kip en ei en groenten. Dus dat zijn mijn lage dagen. Dus alleen maar 60 gram havermout. En hoge dagen zit ik ook 60 gram havermout 's morgens en dan 5 bakjes van elk 200 gram kipfilet. Yes. Dus 1 kilo kip per dag. met 70 gram ananas bij elke maaltijd. 150 gram groente bij elke maaltijd. Hij weet het allemaal uit zijn hoofd. En 30 gram rijst bij elke maaltijd. Dus dan kun je zelf even uitrekenen hoeveel calorieën dat is. Niet heel veel volgens mij. Ja, dat zijn de hoge dagen. Dus ja, dat is wat veel. Maar de lage dagen is echt alleen maar 60 gram koolhydraten. Oké. Nou, ik zou zeggen, laten we lekker gaan trainen. Ja, we gaan knallen. Qua gewicht zit ik goed. Ik doe toch classic. Ik mag 97 wegen. Ik weeg nu 95. Dadelijk met vocht afdrijven val ik misschien terug naar 92, dan laden weer rond de 394 op wedstrijd. En naast Classic doe ik ook de min 100 klasse mee. Dat doe ik eigenlijk een beetje voor de lol erbij, want ik mocht 2 klasses doen op 1 wedstrijd. Ja. Ik heb 2 keer kans om te winnen. Alleen de min 100 kilo is echt bodybuilding, is best moeilijk. Vooral met mijn lengte, ik weeg dan ongeveer 93, 94, maar er kunnen jongens zijn die veel kleiner zijn en 98, 99. Ja, die zijn wat compacter. Zijn wat groter. Ja, dat is echt bodybuilding, dus is wat moeilijker voor mij. Maar ik doe gewoon mee, maar ik ben eigenlijk echt gefocust op de classic klasse. Ja. Daar is iedereen ongeveer even lang, iedereen weegt ongeveer hetzelfde. Ja. Dan draait het echt erom wie de mooiste symmetrie heeft, wie het beste, wie het compleetste is. En dat vind ik eigenlijk belangrijker dan wie de grootste is, weet je wel. Ja, daarom vind ik de classic klasse nu echt een topklasse, man. Ik ben echt blij om dit te kunnen doen. En natuurlijk omdat ik geen slip aan hoef. Je hebt nu bij classic heb je die... Ja, die slip... Vind je te intens? Ik heb het al gedaan altijd. Ja. Het hoort bij de sport, maar... Vind je het zo voelt mooi. Niet meer lekker of zo. Nee, ja, die andere zit gewoon als een onderbroek, zeg maar. Ja, precies. Ja, maar iedereen weet dat ik altijd in mijn onderbroek sta. Dus dat is niet zo'n probleem. Prima. Abonneer even. Is jouw pa ook je inspiratie geweest voor dat jij bent begonnen met trainen? Of vond je het zelf altijd nice? Nou, ik wilde altijd profvoetballer worden, zoals iedereen. En op een gegeven moment, en mijn vader was altijd heel gespierd. Ja. En ik wilde gewoon echt een voetballer worden. Ik zei ook altijd tegen iedereen van ik wil nooit zoals papa uitzien. Want hij was echt wel groot en ik vond dat eigenlijk lelijk toen ik een kind was. Maar toen ik niks bereikte met voetbal, toen ging ik toch maar eens naar de gym samen met mijn vader. En toen heeft hij me leren trainen en toen werd ik steeds gespierder. Steeds meer resultaat. Ja. En je kijkt in de spiegel en het wordt een soort verslaving. Ja, ik ken het. Heel veel groeimaten kennen dat, denk ik. Ja, weet je, wanneer je resultaat ziet en... Blijft dan doorgaan. Blijft het leuk ook, wordt het steeds leuker en dan wil je steeds meer. Ja. En toen belandde ik in de gym en ik heb wel alles door mijn vader geleerd. Dus mijn vader heeft me wel leren trainen. Mijn broer heeft me ook heel veel geleerd. Jij zei dat je sinds je 14e traint, dus dan train je nu 12 jaar. Je bent 26, 12 toch? Jaar, ja. Sinds mijn 14e in de gym en nog steeds in dezelfde gym ook. Ja, ik ga wel vaker nu ook naar andere gyms, omdat dat beter voor mijn content is, voor Insta. Anders zie je elke dag dezelfde gym. Ja, precies. Maar waar ik eigenlijk 12 jaar begonnen ben, daar heb ik nog steeds een abonnement lopen. Ja, nice man. Mijn moeder ook, mijn vader. Iedereen
iedereen heeft dan wel een beetje zijn go-to gym, waar je gewoon altijd thuis voelt. Dus daar ben ik echt groot geworden. Ik voel me daar ook echt thuis. Ja, nee, ja, hetzelfde voor mij, man. Ik train nu bijna 4 jaar en ik ga altijd gewoon standaard naar dezelfde gym. Ook al is het een eigenaar veranderd. Dus gewoon altijd, ja, precies. Wil ze het eigenaar ook veranderd. Ja, daarom. Dus een beetje loyaliteit aan de apparaten die jou een grote chest hebben gegeven, om dat zo te zeggen. En daar durf ik ook gewoon mijn t-shirt uit te doen. Hoe lang train je nu? Iets langer dan 3,5 jaar, man. Oh, ben je wel snel gegroeid, man. Ja, goede genetics, om maar zo te zeggen. Maar moeilijk droog worden, hoor, dat wel. Komt door die eiwittenshake van Custom Pressure. Ja, want jouw trainingperiode duurt nu 12 weken. Ja, de prep-periode. De prep, ja. Ik train natuurlijk al het hele jaar. Ik ben nooit gestopt met trainen al jarenlang. Alleen de prep is 12 weken, dat je echt begint bij een aantal calorieën en elke week zak je eigenlijk in calorieën, merendeels in koolhydraten, eiwitten blijven eigenlijk altijd stabiel. Ja. En ja, zo ga je van 12 weken tot je laatste week en de laatste week zit je eigenlijk al bijna op rock bottom, om maar zo te zeggen. En dan nog vocht afdrijven de laatste dagen. Ja. Je eet steeds minder, maar je traint steeds meer. Ja. Dus je gaat van 1 keer per dag trainen en veel eten. Maar steeds minder eten, maar wel 2 keer per dag trainen. Cardio komt erbij. Dus ja, je wordt eigenlijk. Je ziet er steeds sterker uit, maar je bent eigenlijk op je allerzwakst. Ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ik snap het, man. Laatst kwam ook zo'n jongen naar me toe. En, die ging je corrigeren op je vorm, zeker. Nee. Hij was aan het trainen en ik zeg tegen hem: kan ik even met je meetrainen? Weet je wel, dat was 1 apparaat. Hij zegt: is goed, dus ik train met hem mee. Maar hij ging zwaarder. En toen ik aan de beurt was, deed ik weer wat gewichten af, want ik train nu de laatste 2 weken train ik gewoon leeg voor de pomp. Dus hij zegt, ik ben sterker dan Kosovo. Ik zeg, ja, maar wie ziet beter uit? Toen was hij stil. Ja, nee, hetzelfde als dat je op het strand loopt en niemand ziet dat je 100 kilo bent, maar als je grote chest hebt wel. Precies. Dus het gaat niet erom hoe zwaar je traint. Je moet efficiënt trainen. Maar echt efficiënt, je moet het echt voelen. Je kan echt wel met licht gewicht, kan ik het zo zwaar voor je maken. Ja. Weet je wel, als je echt langzaam terug gaat. Time on attention. Vasthouden. Ja, dan is voor iedereen 20 kilo zwaar. Ja, man. Kijk, ik kan mezelf natuurlijk ook droog trekken. Er zijn ook heel veel jongens die ik coach en droog maak en voedingsplannen en zo. Alleen ik vind het heel belangrijk voor mezelf dat ik nog 2 ogen extra heb die meekijken. Ja. Toch iets kritischer. Ja. Toch als jij misschien links wil gaan, zeg jij van nee, ga toch maar rechts. Ja. Lijkt me verstandiger. Dat heb ik wel nodig, weet je wel. Snap ik, man. En je ziet het ook bij de beste bodybuilders op aarde. Weet je, Phil Heath, Big Ramy, William Boniak. Top 10 Mr. Olympia's, Chris Bumstead, iedereen heeft een coach. Ja. En het is niet dat hun niet droog kunnen gaan op zichzelf, maar je hebt gewoon echt iemand nodig die meekijkt. Nou, echt belangrijk, man. Ik probeer alleen tijdens mijn prep. Probeer ik misschien iets hoger in herhalingen te gaan. Ja. Ik geloof er eigenlijk in dat uiteindelijk voeding zorgt ervoor dat je droog gaat en cardio. Is zo. Ik geloof niet echt van ja, als je iets meer reps doet, word je droger. Weet je, als je voeding niet in orde is, word je met 20, 30 reps nog steeds niet droog. Nee. Alleen maar kleiner eigenlijk. Ja, ik probeer wel zelfs in mijn prep om het ook wel gewoon wel tot het uiterste te proberen te gaan. Alleen misschien doe ik in mijn bulk bijvoorbeeld een 6, 8, 10, 12. En nu tijdens mijn prep doe ik dan misschien toch wel 10, 12, 14, 10, 16. 12, 14, 16, ja. Ja. En puur voor het gevoel eigenlijk. Doe je nu push-pull legs of wat is jouw split? Nee, ik train eigenlijk nu gewoon borst, bicep, rug, tricep, schouders, nek, buik en benen apart. Dus wel hamstrings, benen voor, kuiten. Alleen nu de laatste week heb ik een schema gekregen van mijn coach, Depletion Week. Train ik maar 1 spiergroep per dag. Okay. Een beetje buik erbij en cardio. Dus de laatste week is gewoon elke dag 1 spiergroep. Ja.
Welke weg pakken we naar huis? Dit is de highway. De autostrasse. Autobaan. Dat is de grootste. Dit is een 80-weg. Nee, dit is binnen bebouwde kom. Dit zijn de snelwegen. Kijk, trainen maakt mij gewoon gelukkig, weet je wel. Dus ik zal altijd blijven trainen. Maar ik zoek nu ook wel vaker om ook open te staan voor andere soorten sporten. Ja. Ik doe nu ook vaker kickboksen erbij. Ja. Voetbal, ik heb mijn eigen voetbalteam. Ja, dus elke zondag hebben we voetbalwedstrijd. Is dat een beetje te combineren, voetbal met fitness? Of merk de eerste dat paar je... keer was echt kut, man. Ik kon niet rennen. Ja, zo'n benen, ja, weet je wel. Dan moet je ineens gaan rennen. Maar je kan het echt wel opbouwen, man. Dan moet je wel vaker gaan rennen, vaker techniek... Kijk, ik ben niet de beste voetballer, maar ik merk wel echt verschil nu na 10 wedstrijden. Ja, met in het begin. Ik ben wat sneller geworden, iets flexibeler. Ik ben natuurlijk ook afgevallen nu meer dan 10 kilo. Dus ja, dat scheelt ook wel een beetje. Maar gewoon van alles, man. Tennis vind ik leuk. Ik ga soms tennissen met een vriend. Oh, lachen. Kickbox, voetbal. Als je me morgen belt van kom gaan... Golven, ga ik ook mee. Heb ik ook gedaan trouwens. Dat is niet echt een sport, maar een beetje voor die heupen. Heeft wel wat, voor die buik. Je kan je buik een beetje dan mee trainen. Ja, precies. Je obliques. Ja. Wat is de reden dat je bent gestopt voor met Pri? Ik weet niet of dat mag. Workout. Ja, nu even voor 2 weken. Vanwege bepaalde stoffen die erin zitten? Ja, toch gewoon de laatste. Slapeloosheid misschien? Nee, in principe zou ik nu heel fijn vinden om Pri te nemen. Oh, ik ben echt kapot. Ja. Maar toch bepaalde ingrediënten die misschien net nog zorgen dat je vocht vasthoudt. Ja, precies. Of toch nog de natuurlijke suikers ook. Alles gewoon om safe te spelen. Ja. Toch gewoon die laatste week. Ook zelfs eiwitpoeder nu de laatste... Vandaag was de laatste keer dat ik eiwitpoeder in mijn havermout heb gedaan. Ja. Morgen is het woensdag, 4 dagen voor de wedstrijd, gaat eiwitpoeder ook helemaal eruit. Dus alleen maar kipfilet, groenten. Ja, en dan zondag is je wedstrijd, toch? Ja. Ja, en dan, want je gaat dan ook een bepaalde periode heel weinig water drinken, toch? Om al het vocht uit je lichaam te drinken. We drinken nu deze week eigenlijk heel veel. Ja. Dus ik zit nu op 5 liter per dag. En het kan zijn dat we woensdag, donderdag en vrijdag naar 7 of 8 liter gaan. Ligt aan je shape. Zo. Dus we kijken elke dag naar de shape. Ja. Sommigen moeten wat meer gaan drinken, sommigen wat minder. Want het is zo, zeg maar, met vocht afdrijven, hoe meer je drinkt, hoe meer je gaat plassen. Hoe meer vocht je afdrijft. Ja. Dus je moet juist heel veel gaan drinken. En dat doen we dan tot en met zaterdag. Ja. Dan op zaterdag, 1 dag voor de wedstrijd, stoppen we met drinken. Ja, precies. Maar je blijft wel plassen. Ja, dus inderdaad. Alles gaat er eigenlijk Maar dan op zaterdag eet je toch ook super veel koolhydraten om al dat vocht in je glycogeen op te nemen? Ja, dat doen we dan bij het laden. Ja, dat is ook weer, ja, dat is weer per persoon ook anders. Sommigen beginnen pas met laden op de wedstrijd, omdat ze misschien hun gewicht net niet halen of nog net niet droog genoeg zijn. Of nog te veel vocht vasthouden. Dan laad je eigenlijk pas op het laatste moment. Wat eigenlijk niet fijn is, want je kan niet in een paar uur nog echt vol raken voor een wedstrijd. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat je al deze week, 3-4 dagen voor de wedstrijd, eigenlijk al klaar bent. Waardoor je dan rustig aan kan vocht afdrijven, op tijd kan beginnen met laden. Meestal is dat dan 2 dagen voor de wedstrijd of 1 dag voor de wedstrijd. Ja. En het kan zo zijn, als ik echt ready ben op zaterdag, dat ik voor het slapen een hamburger mag eten. Waardoor je dus, alles gaat naar jouw spieren in. Ja. Alle vocht gaat je spieren in, alle koolhydraten gaat je spieren in. Je spieren gaan tegen je huid aanzitten, want het vocht tussen je huid en je spieren is dan, als het goed is, eruit of in jouw spieren. Ja. Waardoor je dan echt, je bent zo droog, maar je straalt eigenlijk heel groot uit. Ja. Je laat echt op, weet je wel. Dat is heel die illusie van bodybuilding. Ja. Het is moeilijk te heel moeilijk uit te leggen. Je moet het echt meemaken. Er zit een hele methodiek achter. En soms loopt het ook verkeerd, hè?
Ja. Soms laat je zeg maar te vroeg. Dan zijn mensen heel puffy op stage. Soms ja, dan is je piekmoment eigenlijk een dag van tevoren geweest. Ja. Je moet echt pieken op de wedstrijd. Maar soms piek je ook één dag na de wedstrijd pas. Ja. Dus het is zo moeilijk. Ja, dat noemen we mossig na de maaltijd. Het is, ja, dat is echt kut man. Ja. Heb ik een keer gehad op een wedstrijd. Oh, ja, dat ik de volgende dag gewoon beter uitzag. Ja, ja, dat is wel klote, dat is echt timing man. Timing is echt heel belangrijk. En daarom heb je ook dus weer een goede coach naast je nodig die toch met jou kan meekijken. Dat is echt belangrijk. Ja. Het is echt moeilijk te beschrijven zeg maar, hoe ik me nu voel. Daarom moet je echt een keer echt zo diep gaan. Dan pas begrijp je eigenlijk hoe fucked up het is. Ja. Maar aan de andere kant, als je in de spiegel kijkt, ben je wel super blij en super trots. Ja, en ja, ja. Je bent dat eigenlijk, houdt je gaan. Ja, je ziet jezelf, je denkt wow, het ziet echt goed uit. Ja. Maar ja, aan de andere kant, Het is altijd zo, ben je aan het kutten, dan wil je bulken en dan ben je aan het bulken, wil je kutten. Het heeft een donkere en een lichte kant, zeg maar. Nou jongens, vandaag gaan we een les poseren krijgen van de enige echte kosten. Nou jongens, ik moest mijn t-shirt uitdoen, dus ik heb een microfoon in mijn baard geplakt. Nou ja, wat belangrijk is met poseren, heb ik net al verteld eigenlijk, is soms staat er iemand naast je die eigenlijk veel gespierder is, misschien zelfs beter dan jou is. Alleen doordat jij beter poseert en een illusie creëert, kun je soms groter lijken dan degene naast jou, terwijl hij misschien 5 kilo meer spiermassa heeft. Toch door beter te poseren, wijder te poseren. Sommige mensen zijn heel groot, maar poseren maken zichzelf heel klein. Ja. Terwijl als jij misschien 5 kilo lichter bent, maar je poseert heel, je maakt jezelf heel groot, kun je alsnog winnen van hem. Dus poseren, zeg maar in bodybuilding, zijn heel veel aspecten belangrijk. Droog trainen, droog worden, spiermassa, symmetrie, echt X-frame, dat alles klopt. En daarnaast poseren. En op alles kun je zeg maar veel punten scoren. En als je ze allemaal hebt, ja, dan ben je bijna onverslaanbaar, weet je wel. Ja. Dus poseren is wel gewoon heel belangrijk. Ja, welke pose zou je willen weten? Een lat spread, denk ik. Lat spread voor? Ja. Nou ja, lat spread. Je begint, tenminste ik en de meesten beginnen met poseren, je begint altijd met je benen eerst. Dus zet altijd je benen goed als eerste. Niet boven beginnen, altijd met je benen beginnen. De binnenkant moet eigenlijk een soort van gesloten blijven. Ik ga nu mijn broek niet uitdoen, maar, ja, nee, zeg maar je moet je benen hier sluiten. Dus niet een te grote gat erin hebben. Knieën een beetje naar buiten, linkerbeen naar links, rechterbeen naar rechts. Zodat je quads goed naar voren komen. Ja, en die out sweep komt meer naar voren. Je benen lijken, kijk als je zo gaat staan, lijken je benen gelijk dunner. Ja. Dus maak jezelf breed, out sweep, goed aanspannen, een beetje door je knieën zakken, niet te gestrekt. En dan boven eigenlijk met een lat spread wat je doet, is je armen naar achter, langs je rug, vuisten in je zijbuik drukken en je lats naar voren halen en buik inhouden. Dus niet dit doen, want kijk, zo maak ik mezelf weer klein. Ja, juist die lats goed naar voren brengen. Maak jezelf groot, uitblazen en lats zo wijd mogelijk, ellebogen zo wijd mogelijk, dus ook niet dit doen. Zo wijd mogelijk, zodat je echt groot lijkt, maar ook symmetrisch. Je moet echt die X-frame krijgen. Ja. En dat krijg je door je buik smal te maken, maar je lats uit te spreiden. Van de biceps eigenlijk hetzelfde. Weer begin je bij je benen. Je kan bij je front double biceps, kun je eigenlijk één been op je tenen gaan. Ziet er wat mooier uit. En dan eigenlijk kun je even in het begin je borst een beetje laten zien. Haal een flink stukje adem in het begin, maak jezelf groot. En blaas alles uit. Zet je lats weer naar buiten. Je biceps, zorg dat je biceps een piek heeft. Dus ook niet dit, het moet wel een beetje in één lijn je armen. Sommigen doen hem zo, maar dan gaan mijn lats een beetje naar binnen. Ja. Dus ik probeer wel echt zo breed mogelijk te zijn. Lats naar buiten, biceps omhoog. Adem inhouden, probeer een vacuüm te creëren, is altijd mooi. Is mooier dan zo. Ja. En je maakt jezelf weer groot. Dat een beetje. En dan heb je natuurlijk ook de side poses, de side chest. Dan ga je weer bij je benen. En je side chest wil je niet alleen je front
je quads laten zien, maar ook je hamstrings laten zien. Dus wat doe je? Dat zijn kleine trucjes. Met de been daarachter druk je eigenlijk je hamstring naar voren, waardoor die hier uitkomt. Je mag je hamstring ook niet aanspannen, want als je hem aanspant gaat hij naar binnen. Ja. Je moet je hamstring laten hangen, waardoor je hamstring groter lijkt. Je kuit aanspannen, daarom je tenen omhoog. En dan eigenlijk je arm naar achter. Ik hou mijn buik in, sommigen spannen hem aan. Maar ik vind dat ik mezelf dan weer veel te klein maak. Mijn borst is ook best wel klein, vergeleken met andere spiergroepen. Dus ik moet dit niet doen, want dan verdwijnt mijn borst helemaal. Ik moet juist buik inhouden, arm naar achter. Mooi die schouderkop laten zien, biceps, triceps. En mijn borst lijkt groter doordat ik mijn buik eigenlijk inhoud. En als ik mijn buik ga aanspannen, dan verlies ik mijn borst. Ja. Maar je hebt mensen met een hele grote borst, die kunnen dit wel doen. En die kunnen dan ook de buikspieren laten zien aan de zijkant. Ja. Maar ik vind het geen mooie pose. Ja. Ik hou hem gewoon lekker classic. Een beetje naar achter zakken. Ook je nek een beetje laten zien, dus niet dit doen. Ja. En dan kun je de triceps eigenlijk daarna ook meteen doen. Benen blijven hetzelfde. En dan alle lucht uitademen, zodat die lijnen mooi naar buiten komen, sixpack mooi naar buiten. En je triceps. En dan kun je een beetje draaien naar de jury. Kun je hem ook nog even zo pakken. En dan eigenlijk de rugpose is een beetje hetzelfde als voor. Alleen bij de rugposes laat je ook je kuit en je hamstring zien met één been. Andere laat je zo. Een beetje doorzakken, dat die hamstring mooi naar buiten komt. En dan probeer je rug eigenlijk ook weer zo wijd mogelijk, maar toch ook binnenkant proberen aanspannen. En in plaats van dat je zo staat, kantel je een beetje naar achter, zodat je onderrug ook aanspant. Ja, en de jury zit natuurlijk beneden, ja. Dus je moet een beetje kantelen voor ze. Ja. Dus ze kijken eigenlijk van beneden naar je. En ja, je biceps moet natuurlijk ook te zien zijn. Schouderkop, niet zo gaan staan, niet zo gaan staan. Het moet wel in één lijn een beetje. En ik zie nu niet hoe ik hem doe, maar... Nou, het ziet er goed uit. En de ledsplit eigenlijk hetzelfde uitzetten. Sommigen maken van zichzelf een soort van schildpad. Kan ook mooi zijn. Ja. Dat is echt helemaal zo. En ik vind dat minder bij mij. Dus ik doe dat wel in het begin. Laat ik ze even zien. Ga ik terug en dan maak ik het eigenlijk soort van open een beetje. Maar dat kan verschillen per fysiek. En dan de laatste pose is meestal even je buik laten zien. Ja. Doe ik meestal ook één been op mijn tenen. Eentje er langs, handen achter je hoofd en alles uitblazen. Probeer die vacuüm nog. En dan de most muscular nog. Mag je eigenlijk kiezen welke pose jij het mooiste vindt. Ja. De meeste doen zo. Ja, lijp man. Of zoiets. Of een classic pose. En dat was het poseren, man. Dus poseren van Kosso. Heb ik dat ook gehad vandaag. Nou, Cardio Kosso is alvast even bezig. Wat is jouw go-to maaltijd als je haast hebt? Of ben je zo'n persoon die echt altijd preps heeft? Nou, nu tijdens mijn dieet is het wel echt volgens plan. Dus er is geen snelle maaltijd. Het moet allemaal klaar zijn voordat ik vertrek uit huis. Neem ik allemaal bakjes mee. Ja. Nou, ik neem wel zeg maar altijd... In mijn auto heb ik altijd een shake, een eiwittenshake. Ja. En dat is gewoon puur voor... dat ik het bij me heb, stel dat ik nergens iets goeds kan eten, kan ik nog altijd even een shake drinken. Ja. Meteen 30 gram eiwitten erin. Of een protein bar. Ja. Of een kwark neem ik, een pot kwark neem ik gewoon mee. Dat is altijd veilig. Ja, klopt. Ja, zoiets. Ik kijk gewoon meestal in de koelkast en probeer gewoon iets te pakken waar wel gewoon eiwitten in zitten. Ja. Ja. Als je weer op nul kan starten met trainen, wat had je dan anders gedaan? Zeg maar als je nu terugkijkt naar hoe je ooit begonnen bent. Ik vind op zich wel dat ik het gewoon qua trainen altijd wel goed gedaan heb. Misschien echt een moeilijke vraag, man. Ja, snap ik. Misschien wat meer cardio. Meer cardio? Dus ik doe nu zeg maar cardio alleen tijdens mijn prep, omdat het moet. Ja. Maar ik had gehoopt misschien om het toch wel het hele jaar door te doen ofzo. En dan op zijn minst 2-3 keer per week. Ik heb dat voornemen ooit ook gehad, man. Dat is niet gebeurd. Ja, ik vind cardio niet leuk. Dus ik ook niet. Dat is het probleem. Alleen het is wel goed om toch wel meer in shape te blijven. Ook wel goed voor je beenspieren. Ja, klopt. Voor meer lijnen. Het maakt ook meer, het maakt ook makkelijker wanneer je weer met cardio gaat beginnen tijdens het shredden. En conditioneel. Ja. Mijn conditie is niet de allerbeste. Nee, die van mij ook niet. En misschien als ik dat wel had bijgehouden met cardio,
dat mijn conditie ook beter was gebleven. Nou guys, dit was hem dan. De enige echte video met Kosso. Laat even een like achter, abonneer. Check ook even onze links op www.sportpoeder.nl en de kortingscode voor Kosso Nutrition. Sportpoeder 15 voor 50% korting. Stel via de links en maak kans op blijven prijzen. En jij bedankt man. Dankjewel man. Dat was een lachsessie. Dankjewel Sportpoeder. Voor alle Sportpoeder-volgers, gebruik een kortingscode Sportpoeder 15 op kostennutrition.nl en zorg dat je een kast wordt. Knallen. Lekker man. Top man. Goeie lekker.